Zo, oké, even kijken. Waar zijn de jagers? Zijn er dezelfde plek volgens mij? Ja. Ja, als het goed is wel, hè? Ik heb nog geen bandieten gezien, dus ja, daar moet ik vanuit gaan dat nee. Die dus... Die zullen waarschijnlijk wel nog eens onder het zwart zitten, zeg maar. Ik ga even kijken wat mijn inventaris is. Oké, ik heb een paar touw en ik heb wat hout. Ik ga het touw even opruimen. Ja. Dat heb ik nou niet echt nodig. En ik ga de basis even wat uitbreiden. Ja, doe dat. Ga ik eventjes, want het is, als het goed is, licht. Even kijken waar de zon... ja, het is vanaf de andere kant. Oké. Okay. Nou. Oké, dus even kijken. Ik doe wat... Dit kleppapier heb ik. Ja, oh, ja, ja, ja. Ik zie een nijntje. Een nijntje? Nu al? Ik zie het hem, hè. Ik zei niet dat ik hem heb, maar ik zie het. Oké. Oké, ik heb even kijken. Wat heb ik nodig? Ik heb allemaal plankjes nodig. Bam, plankjes. En touw heb ik nodig. En ik heb hem. Oh, goed bezig. Yes. En dan ga ik even wat plateaus maken. Denken. Als ik hier wil kunnen vissen, dan moet ik er hier dus langs kunnen. En dan moet ik hier dus kunnen. Ja. Je kan ook een achteruitgang maken. Dus aan de achterkant van ons blokhutje. Met bijvoorbeeld een trappetje naar beneden. En dan een plateautje. En dat je daar je visstekkie maakt, zeg maar. Je vishokkie. Dat kan ook, ja. Dat is wel een goed idee, ja. Dan kan je vanaf je trap vanuit je vishok, ook weer een trap naar beneden, dan kan je sowieso je water binnenhalen. Net zoals wat ik heb, zeg maar, in mijn solo game. Plus je staat dan ja, veilig. En warm. En als het goed is, redelijk warm, ja. Oké. Okay. Dan gaan we dat proberen. Maar dan zou ik er geen... wel een trap en een deuropening bijvoorbeeld, maar geen deur in hangen, want dat is niet nodig. Nee, nee, oké. Okay. Oké, dan gaan we dat even doen. Ik heb even wat wood foundations bouwen. Ik heb spijkers nodig. Zo, spijkers erbij. En ik heb jou, 2, 3. Mooi. En daar houden we het eventjes bij. Even nog een keer nadenken. Doe rustig aan. Ja, dat doe ik ook. Ik doe ook. Je kunt altijd ook verplaatsen, hè? Dus ja, precies, zo. Precies. Dus ik wil hier een fundering hebben, zodat ik hier langs kan lopen. En zodat we ietsjes meer ruimte hebben. Nee, hij moet natuurlijk wel... Even kijken, hij moet klikken. Daar moet hij eerst komen. En de tweede komt dan hier, want we moeten er wel bij kunnen natuurlijk. Ja. Ja. Bam. Zo. Bam. Okidoki. En dan de derde komt dan hier. En dan moet de vierde aan die kant komen en helemaal omlopen. Prima. En dan gaan we kijken of we een tweede verdieping kunnen maken. Ja. Toppie. Die hem kieken. Oké. Ik heb nu nog 13 spijkers al. Dus dat gaat lekker. Oh, lekker. Ja. Zie ik nog altijd de blote oogsel? Ja, een beer. Maar die hoef ik nog niet. Een beer met een blote oog. Gefeliciteerd. Met een blote oog zien. Ja, dat is goed. Heb geen bril voor nodig, hoor. Dan heb je geen bril voor nodig. Nee, inderdaad. Even kijken. Dit gaan we dan zo doen. Boom. En wacht op de andere twee. Ik kan dan hier langs. Yes. En dan kan ik lekker hier staan vissen. Of op vissen schieten, dat kan ook. Wat jij wil. Wat ik wil is. Dit af hebben. Kijk, nog eentje. Er komt al eentje aan. Oké. We kunnen nu helemaal omlopen. Bijna helemaal. Cool. En nog een paar. Ik wil hier wat muren hebben. Zo, ik word helemaal omringd met kratten en tassen, joh. Oh, gefeliciteerd. Dat is goed bezig. Ja. Nou, dat gaat goed. Ik zag er daar ook weer één. Dus ik pak eerst even deze. Zal ik kijken, moet ik dit even kunnen plaatsen? Nou, zeg. Oh, nee. Wat een verwenderij. Even kijken of er niks... is wat in mijn billen wil bijten. Nee.
zag toch hier ook iets? Oh ja, daar. Ja. Daar zie ik een wolf, dus ik wou proberen daar niet heen te gaan. Wat is dit? Is dat ijzer? Ik denk het wel. Ja. Mooi. En ik heb twee plafonds nodig. Ceiling. Zie ik daarna ook een tas? Yep. Maar kom ik bij de wolf in de buurt? Eens even zien of ik dit een beetje. Oké, ja, toevallig de andere kant op. Ik pak wel alles mijn shotgun, voor zekerheid. Ga je shotgun gebruiken? Ja. Oh nee, toch? Nou, liever niet, maar de wolf loopt de andere kant op, dus het is te doen. Stairs. Oeh, appeltje. Oké, even gauw weer de andere kant op lopen. Nou, het was niet nodig. De dreiging alleen was al goed genoeg. Voor die beer? Nee, voor de wolf nu. Oké. Ik dacht even wel. Dat jij gewoon een beer wegdreigt, dat is wel. Dat is wel wat hoor. Nou, die zwarte beren. Met één pijl en de shotgun krijg je hem ook weg. Oké. Want ze zijn maar 140 qua. Ja, sterkte, om het zo maar even te zeggen. Dus dat lukt, Hey, oh, oeh. Hallo, knijntje, kom. Waar ga je heen? Ja, je kan niet het water in, hè. Ga maar stilstaan. Ja. Oké, eens even kijken. Wat gaan we doen? Hey. Ga stilstaan, zeg ik. We want you. Haha! En dat was mis, dat is jammer. Even kijken, waar is mijn pijl? Nog een plafond nodig. Oh, plafondetje nee. Erbij, even kijken, waar is die? Nou, kijk waar het konijntje zit. Daar, correct. Daar zo. Hij moet weer even eerst rennen. Ja. En weer terug rennen, ja. Ben je klaar met rennen? Dat was zielig hoor. Ja. Ik vind het ook heel zielig. Wou jij nog eten hebben straks? Dat is waar. Ik wil eten hebben, ja. Eens even kijken, want wat heb ik nu? Ik heb twee konijnen en een kip. Twee konijnen en een kip. Ja, ik wou niet al te veel schieten. Ten eerste is dat voor je munitie natuurlijk. Maar het legt anders maar alleen met de rotten. We hadden echt vorige keer echt veel te veel. Ja, dat is waar. Even kijken. Nou, dan gaan we nog even wat hout hakken. Ik hoor dat er eentje aan het bouwen is. Nog twee van die kisten. Wauw. Wat is dit, jongens? Feestie. Dat is beter. Oké, mooi. En even kijken, we kunnen nog meer doen. Oké, een quarter ceiling of een. Ja, ik wil een quarter ceiling hebben. Ik moet even wat hout hebben. Heb je dat in staan? Hout? Ik heb. Even kijken. Oh nee, ik ben planken hebben. Dat heb ik nodig. Ja. Ik heb er net wel drie wonden in een kist, maar met drie kleuren niet echt ver. Nee. Even in het vuurtje gooien en dan hier wat plankjes maken. Oké, cool. Plankjes. Zit dan wel echt zo'n orde. Oh ja, jou wil het ook. Nana. Even kijken. Dat ziet er ietsjes beter uit. Doen we jou mooi zo. Ah,
Daar ben ik wel heel blij mee. Redelijk blij mee. Ik ben niet helemaal blij mee, maar... Nou ja, je kan het aanpassen wat je wil. Ik ben er bezig. Hallo, Kip. Oh, oeps. Wat ben jij, een wolf of een beer? Varken. Een kruising ergens tussenin. Ja. Dan krijgen we een varken. Even kijken. Oké, okay, meer 22. Muren. 22, dat is niet echt veel. Mis, dat is jammer. A wood wall. Daar heb ik mijn pijl gedumpt. Ik kan hem niet meer vinden. Nee. Nou, misschien is hij wel gebroken. Heb ik er geen R in gehad. Kan ook. Nog een plankje hebben. Eén plankje. Kom. Hoe zit het met jouw groentebalkie? Die is het geel. Of dat is het prima. Ik ga zo even zoeken. Nou, ik heb... even kijken. Ik ga het even delen met je. Want ik heb al wat gevonden. Twee appels heb ik. Ik kan er nog niet afspringen, helaas. Ik zit in de kist, ja? Dat is veiliger. Er is een kistje daar. Even zien. Ik deel één appel en ik heb een besje voor jou in de krat gedaan. Mooi. Groente is goed. Oh, nog meer spijkers. Jee. Ja, ik kan niet te ver deze kant op natuurlijk, want dan zit ik met die... Met onze vriendje de hut, de jager, ja. Ja. Pam. Waarom wil jij niet klikken? Daar, hoi. Uitje. Ja. Die gaan we even verplaatsen. Naar hierboven. En nu bij deze naar beneden. Zo. Ik zal even wat hout omzetten in planken, want ik geloof dat wij nog wel genoeg hout hebben in de kist, hè? Ja, dat hebben we nog wel. Ja. Dan zet ik dit gewoon gelijk om in planken. Tam. Mooi. En nog een raampje erbij. Jeetje. Nog meer kisten hier. Maar ik zit wel heel erg dicht bij de... Ja, ik wil toch proberen te pakken. Zijn er drie? Drie kisten? Ja. Vier spijkers in deze. Dit is een bouwkist. Wat zit daarin? Vijf spijkers. Nou ja, al een beetje zelf. En daar staat nog een bouwkist. Mooi, mijn groet is weer aan het groen. Jee. Zo, even plankjes pakken. Niet zo veel. Ik heb er 39 nou al spijkers. Wow. Gaat best hard met die spijkers. Ja, die heb je zo van nodig. Ja. Hallo, kistje. Ja, dankjewel. Ik zie hier een kistje bij een beer. Kijken of het lukt. Ja, ik zie hier ook nog een kist staan. Maar het is, ik ga steeds dichter bij meneer de jager. Ja, heel dichtbij nu. Nou ja, ze zijn toch niet zoveel, dus we kunnen ze ook gewoon vermoorden en dan gewoon hun ruimte innemen. Ja, het zou kunnen, maar
ben bang dat we het nog niet overleven. En we hebben ook nog geen bed staan. Ah, deze beer moet even een paar meter verderop gaan lopen. Graag gedaan, ze lopen kakken, joh. Oh. Toch een beer. Even kijken waar de kip heen is. Zo, helemaal daar. Wauw. Oké. Dat hebben we ook weer binnen. Mooi. Heb je de kist nu? Ja, ik heb de kist. Die beer ging even opzij en hij kon erbij. Mooi. Meer planken maken. Ja, ik zou eigenlijk de meneer Eland ook wel willen hebben. Zullen we het proberen? Kijk. Je bent gewoon langzaamaan gewoon alles wild in het bos aan het afschieten. Oh. Dus ja, ik hoor ineens een grrr in mijn oor. Ik denk, uh-oh. En die is geïnteresseerd in mijn achterwerk. Uh-oh. Ja. Rennen. Ja, ik blijf rennen. Ik hoor niks meer. Even kijken, is hij zijn interesse? Nou, hij is nog aardig in het gevolg, maar hij is gestopt. Mooi. Hij is gestopt? Ja, hij heeft me met rust gelaten. Gelukkig. Gelukkig, inderdaad. Maar geen eland dus. Huh. Oh, hij staat er nog wel. Wil ik het proberen? Ja, ik wil het eigenlijk wel. Een beetje sinu erbij en zo. Oh, hij zit precies in mijn dode hoek in een. Nee, ik kan hem niet meer zien. Dan moet ik langs die beer. Nee. Ik zie nog wel koper. Ik zag hier een kippetje. Ik ga hem even achterna kijken waar je naartoe rent. Waar ben je naartoe gerend? Ja, ik heb nu even kijken hoor. 2 konijnen en 3 kippen. Oeh. Oh, die beer die is een hert aan het slopen. Ah, kom op. Dat was toch best wel raak. Nee, niet aan die beer. Ik heb hier een eland die naar mij toe kon zijn. Ja, dat was ik al bang voor, want ik probeerde niet te pakken, maar. Ah, kom op. Die eland doet in principe niks, hè? Nee, dat klopt. Alleen mijn kippetjes weggerend. Ja. Ja. Heb eens. Zit daar een vervelende beer? Ah, die beer zit gewoon om die kippetjes. Met de kippetjes. Kippetjes om die beer heen. Spelen. Pas op voor die beer, hè? Die loopt er rechtstreeks naartoe. Ja, altijd. Oh. Oh. Volgens mij heeft hij mij gezien. Ja. Yep. Nou ja, ik heb wel bij de kip weggehaald, of het goed is. Ja, en die kip heb ik ook, maar nu zit hij mij. Ik ga even wegrennen. Oh, die eland loopt weer de andere kant op. Ik wil je toch proberen hoor, joh. Ga je... Toch nog wel, hè? Ja, ik wil het toch proberen. Ik hoor hier ergens een kippetje. Nou, zo kippetje, kippetje. 1, 2. Mis. Oh nee, raak. Oké, dan hobbel ik een stukje achteraan. En als je me dan niet leidt naar een beer. Het zou fijn zijn, toch? Mm. Niet naar een beer. Waar is die kip? Ik hoor je wel tokker, maar ik zie je nergens. Hij loopt nog een stukje verder weg. Dat is langs het varken. Dat vind ik niet zo heel erg. Uh-oh. Waar ga jij helemaal heen? Naar mij toe blijkbaar. Oh. Flip, sorry. Hij viel me aan. Heb je hem? Ik heb hem, ja. Mooi. Mag je hem... harvesten,
Nou, dan denk ik wel dat we genoeg vlees hebben, denk ik. Ja, dat denk ik ook wel. Het is best wel wat vlees, inderdaad. Oh, en een kippetje. En een kippetje. Ja, die ik zocht jou net. Ik van mijn voeten. Oh, het is konijn. Laat maar, geen kippetje. Konijn. Nou, ook goed. Ik dacht, jij was achter die eland aan. Dus ik denk, ik help eventjes. Ik stop even een pijl in. Maar nee, hij was boos. Ja. Hij doet meteen even een ommezwaai naar mij toe en hunt hem af. En ik knal hem. Ja, ik ben blij dat we in ieder geval hebben. Hoeveel sinew had je? Ik heb 3. Okay. Ja, gemiddeld meestal 3 of 4. Oh, ik zie hier nog een kistje. Stom eland. Oeh, wat meer. Metaal, scrap, mooi zo. Laat ik zelf ook even mijn groenten en zo eten, want dat... Zo. Dat was wel handig. Ja. Maar het probleem hebben we ook heel erg veel in scrap en in scrum. Alleen in scum. Ja. Zag het. Ja, geef hem. Zo met dat met die beren, hé. Zo, je was echt haast geweest, jij. Ja. Het scheelde echt niet veel meer. Nee. Allebei geen draad meer aan je lijf. Yep. We moesten wel eventjes doorgaan. Jan Zanaki. Ja. Ja. Wat is dat? Dat verder loopt? Varkentje. Varken, ja. Okay. En ik zie nog een besje. Nou, die pluk ik ook maar. Eens even kijken, hoe zit het met mijn planken? Ik heb nu 16 planken op zak. Ik denk al, wat doet mijn rug zeer, maar dat komt door al die planken natuurlijk. hallo beertje. Hij loopt tenminste van me weg. Mooi. Ja. Kijk, zit nog wat in de omgeving. Nope. Oh. Dat ben ik ook hebben. Nog een doosje hier zo. Mooi. Mooi. En pesjes. Mooi. Laat ik even een slokje water nemen, zie ik. Yes. Ja, en dan is alleen mijn eiwitten is geel. Ja. Maar dat is dadelijk opgelost met wat vlees. De barbecue. Hallo meneer Beer, blijf je daar? Ja? Hopelijk wel. Ja? Die wel. Oh. Is ook handig dat ik op de boom sla. Dat is inderdaad wel handig inderdaad, ja. Oh, nog een kistje. Ah, het is vandaag echt een... Een kistjesdag, ja. Nou. Ja. Ons was je echt hebt dagen dat je echt denkt van... Nou, is dit alles wat ik vandaag gevonden heb? Ja. Die heb je er echt tussen zitten hoor. En dat kan het gerust 2 of 3 dagen achter elkaar... Maar ja, dat zijn dan weer de houtverzameldagen, vind ik dan. Dan ga ik maar hout hakken. Oké, okay. Dan zullen we kijken. Waar staat nog een kistje hier ergens, maar ik ben hem kwijt. Chips. Nou ja, dan gaan we weer iets halen. Meer hout. Hoeveel planken heb ik? 15 planken. Oké, meer planken. Bouwer, hè? Bob de Bouwer. Kunnen we het maken? Jazeker. Ja, jij wel. Ik kan alles maken. Behalve een rondhuis in het spel. Een rondhuis? Kan wel. Moet je 6 driehoeken? Ja, oké. Ja.
Het zijn eendjes die boven ons vandaan vliegen. Ze zijn naar het noorden aan het vliegen of zoiets, weet ik veel wat. Ja. Dat moet hij nog een klein beetje tweaken, een beetje te veel vogels. Als je constant naar boven kijkt, die iedere keer zwermen van vogels. Ja. Heb je nog een kistje? Een bepaald seizoen is. Ja, mijn spel is het constant. Dus okay, even nog een, kijken. Nog een kippetje erbij, mooi. En nu ga ik terug naar huisje, want ik moet wat eten. Ja, ik ben ook al onderweg. Ik wil nog gelijk mijn waterfles even vullen. Ik ga even mijn handen wassen. En ik heb mijn handen niet gewassen sinds ik dat eilandje heb aangeraakt. Ja, dat is wel verstandig. Even mijn bijl laten zakken. Mooi. Eens even kijken. Wat hout op de... Yes. Eens even kijken. We gaan even wat slachten. Ja, het is wel grappig dat mijn kippetjes ook gewoon onder water kunnen blijven kunnen overleven. Ja. Houd je adem in, kippetjes. Ja. Hier gaan we naar boven. Dan denk ik dat we voorlopig zo even moeten laten. Met muren eromheen natuurlijk, maar... Ja. Want ik denk dat we nou moeten gaan werken aan interne... Het enige wat we nu hebben is opslag. We hebben een generator en we hebben een... massa productieding. En wat is het volgende in het lijstje? Ja, een raffinaderij moeten we ook nog hebben. Oeh, gaan we benzine maken? Nee, we gaan al die koper en ijzer gaan we omzetten. Oh, wifi's. Ja, 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 ja. Even kijken, deze kip en die kip. Alle en kippetjes op een rij. Oh, we kunnen hem al maken. Ik heb ook alle spullen op zak. Zal ik hem gelijk maken? Die, Ja, doe maar. Ja. Oké. Okay. Nou, die is in de maak dus. Dat hoorde ik, ja. Ja. Ik heb geen... Even kijken. Oké, alles slachten. Ja, ik zit met mijn laatste twee stukjes kip en dan kan jij erin. Ja, daar komen ze. En dan heb ik 5 stukken vlees. Even kijken. Liver raw. Nou, dit gaan we doen. Had ik even mijn spullen eruit gooien wat ik niet nodig heb. Dat moet ik ook doen. Ik heb wat spullen. Ik heb wat tomato seeds. Besje. Dat moet hier niet. Even wel. Kik moet hier. Kleer moet hier. Blaadjes moeten hier. Ja. Ga ik even naar de andere krat. dit allemaal. Spijkers moeten hier, planken moeten hier, hout moet hier. Dat moet ik hier. Of een zaden mis ik nou? Even automatenzaad, ja. Oh, die zitten hier. Oké. Okay. Maakt niet uit, we hebben er 1. 1? 1 tomatenzaad, ja. Oh ja. Waar hebben wij onze erts en zo? In deze kist. Die krat bij jou? Ja. Oké. Okay. Misschien moeten we een ertskist bouwen. Haal je vlees er even uit als je wil. Oh ja, dat is een goed punt, ja. En mijn drinkbekertje. Mooi. Nu kan ik dat konijntje bakken en het andere kippetje. Dan heb ik hier de raffinaderij. Waar gaan we die neerzetten? Lekker kipje even deze. Een lampje. Ik heb even... Want hier hangt onze BCU. Ja.
Maar hij moet niet echt voor de ramen staan. Oh, hier in het hoekje misschien. Ja. Yes. Nou, dan kun je al je ads kun je hierin doen. Ah, oké, okay, cool. En dan scheelt weer opslag. En je kunt ook nog upgraden ook nog. Increased power efficiency. Ja, dat moet je ook. Je moet eigenlijk alles gaan upgraden hoor. Scheelt echt een hoop aan stroom. Waar krijg je een kristal vandaan? In de grotten, onder water. Oh, oké. Okay.